Op de cd is er ook een cue die hem aangeeft. Okay. Want dit is het einde. Ja, klopt. Elke keer zo. Ja. Ja, dezelfde er komt als eerst zo'n dingetje aan dat je denkt, oh, daar komt die. Klopt. Ja, dat is een unspoken rhyme. Dat is ook een cue. Dat is ook zodat er moet ook iets koortje helemaal ingezet wordt, dan moet je maar uitstellen. Ja, allemaal analyseren. Nog een keer. Voor de nog een keer. Ja, ik denk dat je deze ook wel een beetje vrijer mag spelen. Hoor. Een beetje meer op de funk, weet je. Ja. Meer basis leggen. Want er vallen toch te veel gaten. Ja. Vind je niet? Ja, ik denk dat hij wel een beetje meer eigen kleur aan geeft. Dat bedoel ik eigenlijk. Een beetje meer in de funk, hè? Want, Het is wel lekker open. Ik bedoel eigenlijk meer een stabiele basis samen neerleggen. Ja. Door die twee. Ja, waar wij ook kunnen. Dus de basis is wel dat je na die solo krijg je een stuk dat alleen drums en zang. Ja, klopt, dat heb ik wel precies. Nogmaals. Ja. Nog een keer? Leuk. Oké. Okay. Ik moet het een beetje gewoon voelen. Ja, precies. Klinkt wel erg Sinti, hè? Die is de blazers daar. Ja. Nou ja, aangedikt met een tenor en een trompet. Ja, precies. Ja, ik kan natuurlijk ook nog wel zachtjes maken, dus dat heb ik nou helemaal. Oké. Dat is wel door. Gewoon nu? Ja. Helemaal oké. Oh ja. Say nothing. Thank you.
Ja, pittig. Pittig. Ja, maar dat. Ja. Doen we nog een juice neer? Ja, ja. Ik heb die versie ingestuurd, als heel veel percussie zit er trouwens bij. Hè? Nou. Gaat hij, eerst laat hij de beest meelopen en dan gaat hij haakt hem de hele tijd op zijn rimshot. Ja, de rimshot. Ja. Maar weet ik niet wel of we nou in E-spring. Thank you.
Dat is goed. Dat is goed. Sorry hoor, ik zag hem staan. Ja, precies. Ik had zeggen, dus eigenlijk. Het is dat drie uurtjes een blok. Ja, blijkbaar. Ja, ik dacht dat het van 3 tot 6 was. Ja, dat dacht ik eigenlijk. Van 3 tot 6. Maar misschien moet je wel op tijd op weg. Ja, precies. Oké, kunnen we even een beetje stoer staan? Ja, precies. Ja. Oké, kunnen we even een beetje stoer staan? Ja, precies. Ja, nog even. Wat vind jij met de jasje aan? Dat vond je stoerste. Ik weet niet meer zo breed als voor. Ja, weet je het. Ga niet naar het juist staan. Ja, dan. Heel stinkt ons wel even stoer in. Ja, ik weet het. Beide zijn stoer. Ja, beide. Nou, moeten we een beetje. Als we die. Stoer hebben. Is het niet ook stoerder met de instrumental background? Ja, dat kan wel. Ik probeer. Ja, okay. Variatie. Maar het is wel leuk om even toetsen altijd te doen. Zo. Je stond al van geilig. Ik denk dat het eventjes een beetje minder geëikt. Ik heb een flitser.